En we zijn live. Het is vrijdag 5 februari en van harte welkom bij een nieuwe Follow Your Wind live show, nummertje 40 alweer. De live show to escape the rat race and to live your epic life. Ja, waarom ook niet? Waarom zouden we ook niet meteen voor onze epic life gaan? Het leven is het te kort om het uit te stellen. Dus vandaag gaan we daar met z'n allen weer aan werken aan onze epic life. Goed, wat is het idee van deze Follow Your Wind live show? Nou, we praten in deze live shows over investeren en ondernemen. En we willen daar altijd graag even een disclaimertje bij plaatsen. En dat is wat wij je vandaag gaan vertellen. Het is absoluut niet de waarheid. Het is slechts een idee. En we nodigen je uit om je eigen visie te ontwikkelen. Maak jezelf nou financieel slimmer en mentaal sterker, zodat je in alle vrijheid kunt doen wat je wilt doen en wat je te doen hebt hier op deze wereld. Want dat is waar Follow Your Wind voor staat. En super tof dat jullie ook allemaal bij aanwezig zijn. En weet dat wij deze live show ook speciaal voor jou maken en met jou maken. Je bent er nu toch live bij aanwezig. Gebruik die chat. Aan de rechterkant heb je een chat. Stel daar je vragen. Als ik denk van oh, dat is een goede vraag, dan zou ik die voor jou op het juiste moment gaan stellen aan onze gastspreker. Dus maak daar absoluut ook gebruik van. We maken deze live shows samen. En twee dingetjes die ik nog even wil benoemen voordat we onze gast gaan introduceren in deze live show. Is ten eerste, ik vind het echt super tof om te zien dat de Follow Your Wind community, Follow Your Wind de groep, enorm is aan het groeien. Afgelopen week hebben we ook weer 40 deelnemers kunnen toevoegen aan onze groep. Dat is de groep waarin we elkaar financieel slimmer maken en elkaar positief stimuleren naar financiële vrijheid. En je kunt je gratis aanmelden voor die groep. Die vind je op followyourwind.com/groep. Dus tof om te zien dat er steeds meer mensen zijn die Follow Your Wind een warm hart toedragen. En dat we echt een groep worden. Een hechte groep waarin we elkaar dus stimuleren. Onwijs tof om te zien. En als tweede wat ik nog met je wil delen, heb je al onze Bitcoin video handleiding gedownload? We hebben een handleiding gemaakt speciaal over Bitcoin. Wat is Bitcoin? Waar koop je Bitcoin? Waar verkoop je ze? Waar bewaar je ze? Wat is onze beleggingsstrategie met Bitcoin? En hoe ontvangen wij rente op onze Bitcoins? Dus als je daar geïnteresseerd in bent, die kun je gratis downloaden via followyourwind.com/gratis-BVH. En vandaag gaan we het dus hebben over goud. En jullie weten natuurlijk, ik ben fan van Bitcoin. Maar we hebben hier ook heel veel gastsprekers gehad. En eigenlijk wat al onze gastsprekers allemaal tegen ons zeiden, dat was spreiden, spreiden en nog eens spreiden. En daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we vandaag in de wereld van goud gaan ontdekken. En wat kan goud nou voor ons betekenen? En is goud een slimme investering? Dus daar gaan we het ook over hebben in deze live show. Waarom investeren in goud? Wat bepaalt de goudprijs? Hoe schaars is het? Wat heeft historisch gezien de goudprijs gedaan? Waar moeten we op letten als we goud gaan kopen? Koop je fysiek goud? Papieren goud? Hoe wordt goud belast? Waar sla je het op? Nou, genoeg vragen die we hebben en die we ook kunnen gaan stellen aan onze gastspreekster van vandaag. En we gaan ook iets heel erg leuks doen, want we gaan ook 1 gram goud gaan we ook verloten. En tijdens deze live show ga ik met je delen hoe je in aanmerking kunt komen voor die 1 gram goud. En die gaan we verloten. Dus blijf kijken, de hele live show. We gaan weer heel veel waarde aan je bieden en we gaan er gewoon weer een hele mooie live show ook samen van maken. Dus hoog tijd dat ik onze gast van vandaag ga introduceren bij jullie. Zij is een fintech onderneemster. Ze is de oprichter van Cold Republic, wat nu een van de grootste platformen in Nederland is om fysiek goud te kopen en te bewaren. Cold Republic ontving in 2010 als eerste edelmetaalverkoper ooit een AFM-vergunning. Onze gast is ook het brein achter Koop de HEMA en faciliteert dat ook met haar nieuwe bedrijf N-Exchange. Ook is ze bezig met een waanzinnige app, Stack the Future, een beleggingsapp voor de digitale jongere generatie. Maar ook heel interessant voor ons. Gaat ze wellicht ook nog wel iets over vertellen. En het blad The Quote noemde haar onlangs als een van hun favoriete powervrouwen.
dit voor haar passie en ondernemersgeest. En jawel, vandaag is ze vanuit de quote zo bij ons terecht in de Follow Your Wind live show. Ik zou zeggen, geef haar een onwijs groot applaus. En jullie weten hoe jullie dat kunnen doen. Met dat duimpje onder die video geef je haar een enorm groot applaus. Abonneer natuurlijk ook even op ons kanaal. Klik op dat belletje, dan ontvang je bijna dagelijks een nieuwe video. Geef een groot applaus voor Marleen Everts. Ja! Hallo Marleen. Hey Stijn, wat onwijs leuk. Dank je wel. Ja, ik vind het ook onwijs leuk om je vandaag in de uitzending te hebben, Marleen. Dus dank je wel alvast voor je tijd. En Marleen, ik moet ook iets aan je opbiechten meteen. En dat is dat ik dacht altijd dat goud echt voor de hele rijken was. Dat je zoveel geld had en dat je denkt, nou, ik stop ook gewoon een gedeelte in goud om mijn vermogen te beschermen tegen inflatie, tegen de geldontwaarding. Maar eigenlijk kwam ik er van jullie al achter dat je gewoon vanaf 50 euro gewoon al goud kan kopen. En sterker nog, dat je zelfs een spaarplan in goud kunt hebben voor je kinderen. En dat was wel al meteen een wake-up call voor mij. Dat ik denk van, ik weet dat er ook heel veel kijkers en heel veel mensen gewoon aan het sparen zijn in euro's. Maar waarom ga je niet sparen in goud voor bijvoorbeeld je kinderen als ze straks 18 zijn en dat ze die waarde in goud hebben? Ik verwacht dat dat slimmer is dan in de euro. Dus daarom wil ik graag met jou in deze wereld duiken van atoomnummer 79, ofwel aurum ofwel goud. Laten we erin duiken. En mijn eerste vraag aan jou is, waarom ben jij hoe ben jij in goud gerold? Ja, nou, dat is inmiddels 10 jaar geleden. In mijn vorige leven was ik werkzaam voor Optiver, een heel groot handelshuis, wat arbitreerde in eigenlijk alles, voornamelijk opties. En daar was ik in mijn laatste rol verantwoordelijk als managing director van de Amerikaanse activiteiten. Ben daar gestopt, teruggevlogen naar Nederland. En terwijl ik een behoorlijk een zware non-compete. En ik had ook wat geld. Ik was partner geweest binnen Optiver. En moest dat beleggen. En ben me toen gaan verdiepen van hoe zou ik dat nou willen onderbrengen. Nou, een van de dingen die ik toen bekeken heb, is uiteraard dat vastgoed, dat aandelen, een goed gespreide portefeuille hebben. Maar ik wilde ook wat goud aankopen, wat fysiek goud. En ik kwam erachter dat in Nederland eigenlijk heel erg moeilijk is. Voornamelijk om dat op een goede manier te doen. Vooral als je eigenlijk wat grotere bedragen wilt beleggen in goud. En daarnaast had ik ook wel behoefte aan, en dat zie je wat verder op in mijn carrière, dat ik eigenlijk heel erg geïnteresseerd ben in beleggingsproducten die je redelijk goed kan inschatten, is die je kunt snappen in termen van prijs of risico. Dat je begrijpt welke kosten je eraan kwijt bent. Dat je begrijpt in waar je nou echt precies in investeert. Dat het geen intransparante beleggingsfondsen zijn of wat dan ook. Ik hou echt van simpel, logisch. En goud is daarbij een heel, heel fijn product. Het is extreem liquide. Het is als product zelf goed verhandelbaar te maken. En wat mij betreft hoort het thuis in iedere beleggingsportefeuille. Nou, ik ging dat voor mezelf doen. En toen dacht ik van ik moest toch even een jaartje uitzitten. Ik dacht, als ik het dan toch doe, of organiseer, dan kan ik het ook opzetten op een manier dat meerdere mensen daar gebruik van kunnen maken. Altijd met de intentie dat ik een jaartje later weer gewoon zou stoppen en verder zou gaan in de optiemarkt. Nou, dat is niet gelukt, want ik vond het gewoon veel te leuk. En inmiddels ben ik niet meer dagelijks betrokken bij de operatie van Gold Republic. Maar het is inmiddels wel zo'n grote onderneming geworden dat het wel een serieuze aandacht vraagt. Waarbij we altijd na moeten denken over veiligheid, over risico's. Inmiddels met corona ook natuurlijk. Het blijft een fysiek product. Dat je ergens moet kopen, vervolgens moet verschepen naar een kluis. Dat verzekerd moet worden. Er komt van alles bij kijken achter de schermen. Want het lijkt heel simpel, logisch, een knopje 50 euro goud aankopen. Maar daar moet behoorlijk wat voor geregeld worden achter de schermen. En in de tijden van corona was het toch wel echt even een uitdaging om te zorgen dat we überhaupt goud konden inkopen. Zodat wij weer konden verkopen aan onze klanten. Dus dat heeft wel
En toen geleid dat ik de afgelopen maanden wat meer betrokken ben geweest bij Gold Republic. Maar over het algemeen is dat het vaste team van Bart, Bart Brans en Nick. Uiteraard nog een hoop andere jongens en meisjes die de day-to-day business van Gold Republic runnen. Ja, maar het was dus 2010, 2011. Jij kwam uit de optiehandelarenwereld. Je mocht daar een jaar niet in handelen. Daardoor ging je kijken naar goud. En wat zag jij meteen met Gold Republic een soort van gat in de markt? Van iets van, hey, dit hebben de andere bedrijven nog niet goed geregeld. Dat kan ik beter regelen? Of waarom ben je Gold Republic gestart? Ik denk, ja, het antwoord daarop is ja. Ik denk dat wij met Gold Republic en misschien met één of twee andere partijen in de wereld, dus niet eens alleen in Nederland, echt een uniek product bieden waarbij mensen echt fysiek goud kunnen aankopen of een deel van een fysieke baar kunnen aankopen. En dat op een manier hebben geregeld dat het juridische eigendom van dat goud goed in elkaar zit. Nou, dat doen we voor onszelf. Wij licensen ons platform ook aan een aantal grote derde partijen. En daar zijn we gewoon echt uniek in. Waarom hebben we het nou zo opgezet? Als je wil beleggen in goud, dan wil je dat op de meest kostenefficiënte manier doen. Want beleggen in fysiek goud, en dus ik heb het nu niet over papieren goud of ETF's of wat dan ook, op futures. Maar als je in fysiek goud wil beleggen, dan is verreweg de meest efficiënte manier, kostenefficiënte manier om dat te doen, is dat in standard bars van ongeveer 400 troy ounce. Ongeveer 12,5 kilo is dat. Nou, inmiddels is een standard bar, ik denk dat we ergens rond de 650.000 euro zouden zitten nu. Als je die wil aankopen, dan moet je behoorlijke hap geld meenemen. En ook als je hem ooit weer wilt verkopen, dan moet je ook altijd een koper op de markt vinden die zo'n grote investering kan maken. Nou, daarvan hebben wij gezegd van, kunnen we dat niet anders organiseren? Kunnen we niet meerdere mensen de gelegenheid geven om gezamenlijk die baar aan te kopen? Die zij dus ook gezamenlijk bezitten. En alle voordelen van het fysieke bezit kunnen hebben. En het belangrijkste voordeel daarbij is als wij niet meer bestaan of als, eigenlijk als wij niet meer zouden bestaan, deze gezamenlijke eigenaar gewoon de baar uit de kluis kunnen halen en kunnen bepalen wat daarmee gebeurt, dan wel omsmelten of verkopen. Maar zolang als alles blijft draaien, kunnen zij die baar, of in ieder geval hun eigendom in die baar, 24 uur per dag, 7 dagen per week verhandelen op het platform. Dat is eigenlijk het meest unieke van ons platform. En het feit dat wij dus die juridische titel, dat echte eigendom kunnen overdragen, dat is uniek. Daarvan weten wij dat niet heel veel andere partijen dat kunnen doen. Het lijkt vaak wel zo, maar dat is wel. Er zijn een aantal punten, daar kunnen we misschien ook laatst nog even goed doorheen gaan. Dat als je fysiek edelmetaal aankoopt, welke checks je nou moet hebben, ook als je bij ons bent, maar ook als je bij derden bent, om ervan verzekerd te zijn dat je, dat wat je koopt, dat ook is wat je koopt. Laten we het zeggen. Ja, nou, daar wil ik het heel graag zo met je over hebben. Dus heel even in het kort, want dat was ook nieuw voor mij, is dat je dus bij jullie kun je fracties van goud kopen. Dus je hebt die hele bar, waarin je eerst in je eentje dus 6 ton op tafel moest leggen. Hebben jullie gezegd, nou, we gaan gewoon heel veel mensen verzamelen. En dan kopen we met heel veel mensen kopen we die bar. En ze zijn allemaal eigenaar van een percentage van die bar. En als ze dat willen opnemen, dan kunnen ze dat ook doen. Ja. Want het allerbelangrijkste is dat je gewoon eigenaar bent. Je staat echt, dat is gelinkt aan jou, van die, aan die bar. En daardoor kun je dus al vanaf 50 euro starten. En jullie doen dat op een effectieve manier. Nou, ik wil straks er nog even op induiken van, oké, we gaan straks goud kopen, fysiek goud kopen. Wat zijn die checks? Maar eerst ben ik nog even nieuwsgierig naar van, waarom eigenlijk goud? En ik kwam een zinnetje van jou tegen en die vond ik eigenlijk wel mooi. En dat was dus, cash is king until free money hits the economy. Ja. Nou, en kan je dat die even toelichten? Nou, dat is zeker iets wat ook al in 2008, 2009 natuurlijk heel erg speelde. En vanaf dat moment eigenlijk de situatie niet echt in is veranderd. De centrale banken zijn eigenlijk alleen maar meer geld gaan bijdrukken.
kijk, als er heel veel risico in de markt komt, dan zie je vaak dat mensen uitstappen en weer even teruggaan naar een cash portefeuille. Totdat het niet meer heet onder de voet is en zij weer aandelen aan kunnen kopen, wat dan ook. Alleen wat weinig mensen zich realiseren is dat het hebben en houden van cash ook bepaalde risico's met zich meebrengt. Eén is nu eigenlijk al heel erg reëel geworden. We betalen gewoon negatieve rente over ons spaargeld. Dus op het moment dat je je spaargeld, dus uit je aandelen stapt, in geld stapt, dan betaal je op een gegeven moment een negatieve rente. En dat komt natuurlijk door dat free money that hits the economy, dus door het bijdrukken van geld. Het tweede is dat ook inflatie natuurlijk, dat wat je met goud is echt een unieke inflatie-hedge. Dat wat je met geld kan kopen, je geld wordt gewoon minder waard. En over het algemeen doet goud het tegenovergestelde van geld. Op het moment dat de inflatie hoog is, stijgt de prijs van goud meestal mee. Meestal, moet ik er wel bij zeggen. Ja. Dus als er veel geld wordt bijgedrukt, kun je hoge inflatie verwachten, lage rente of zelfs negatieve rente. En dan kun je denken dat je veilig zit door in cashje zitten, maar dan heb je eigenlijk best wel een probleem. Want je bezit en je vermogen wordt minder waard. En dan hebben we ook nog eens in deze periode dat het lenen van geld ook nog eens spotgoedkoop is. Dus waarin je, dus nieuw geld is eigenlijk ook weer heel goedkoop. Nieuw geld is goedkoop en dat is natuurlijk ook, dat is op zich ook wel het beleid en de bedoeling van het bijdrukken van geld, dat de economie weer aangewakkerd wordt. Maar daar zit een prijskaartje aan natuurlijk. Ja, ja. Je noemde net al heel eventjes het woord inflatie. En ik zat van tevoren aan deze live show te denken van, ja, hoe kunnen we nou eens een keer duidelijk maken dat 2% inflatie, dat echt een hele grote impact heeft op je leven. En ik denk dat ik iets heb bedacht, Marleen. Dus ik wil dat graag even met je delen en ook met alle kijkers. Dus ik pak heel even mijn scherm erbij. En ik dacht, we moeten het gewoon eventjes zien wat het is. En ook, wat heeft goud dan gedaan in die periode? Dus ik heb hier de inflatieberekening. En laten we nou zeggen, laten we even als ouder denken aan onze kinderen. En dat je zegt, ik heb nu 20.000 euro. En straks als mijn kind bijvoorbeeld 20 is, wil ik hem die 20.000 euro geven. Ik heb daarvoor gespaard. Ja. Dus dan is het is nu 2021. Dan is het dan 2041. We hebben hier een bedrag van 20.000 euro. En de inflatie is 1,92 euro per jaar. Kijkers, laat even weten, in 2041, hoeveel is ons geld nog waard? Hoeveel is onze koopkracht nog? Hoeveel kunnen we nog kopen met die 20.000 euro? Hoeveel is dat in euro's uitgedrukt? Ik ga het dan berekenen. En dan kom je er dus achter dat in 20 jaar, dan heb je eigenlijk nog maar 13.672 voor je kinderen. Dus je had 20.000 in 2021 ingestopt. En dan geef je het na 20 jaar aan je kinderen. En dan is het nog maar 13.600 waard. En je had er eigenlijk niet negatieve rente meegenomen, uiteraard. Nee, ik heb nog niet negatieve rente inderdaad meegenomen. Dus het is misschien nog wel meer inderdaad. En toen. En dit is maar 2%. En dan, we hebben het vorige week met Bert Slachter erover gehad. Van ja, dit is de CPI 2%. Maar de huizen zijn met veel meer procent dan 2% gestegen de afgelopen jaren. Dus misschien is de inflatie wel veel meer dan 2%. Dus ja, toen dacht ik, jeetje. Wat is dus om daar de prijs van goud eigenlijk tegenover te zetten. Als we nou 20 jaar geleden 1 kilo goud hadden aangekocht. Dan kostte die op 31 januari 2001 8.869 euro per kilo. En inmiddels op 31 januari 2021 kost een kilo goud 48.950 euro. Dus bijna 49.000 euro. Dat is precies, eigenlijk
Ik vind het altijd interessant wat jij nu doet. Van bepaal nou eens hoeveel geld je... Je kunt het ook anders berekenen. Je kunt ook zeggen, van, hoeveel geld heb je, had je... Wat kostte een brood 20 jaar geleden? En hoe verhield zich dat tot grammen goud? Ik noem maar wat. Misschien was een brood 20 jaar geleden 1 euro. Kon je die destijds voor 2 gram goud aankopen. Dus, of laten we zeggen 1,60 euro. Dat rekent even wat makkelijker. Dan had je 2 gram goud destijds nodig. Omdat de koers van goud toen 8000 euro was. Om dat brood aan te kopen. Nou, inmiddels is de... ik weet niet, wat kost inmiddels een brood, Stijn? Ja, dat durf ik niet te zeggen, maar ik denk dat het, zou het 2,50 euro zijn in Nederland? Ja, nou ja, dus dan zie je dat met die 2 gram goud, diezelfde 2 gram goud, kan je inmiddels een hoop meer broden aankopen. Ja. Aangezien 1 gram goud op dit moment om en bij de 50 euro ligt. Ja, nou en Marleen, sterker nog. En dat wilde ik nog even in het voorbeeld delen. Als ik dus, stel nou dat ik hier in 2001, we moeten daar even de goudkoers op pakken, 20.000 euro in goud had gestopt. En dan 20 jaar later, dan was het dus 600% meer waard. Oftewel, die 20.000 euro voor je kinderen, dat was nu, zeggen we, 120.000 euro. Nou, wat vies eraf. Minimaal 100.000 euro had je ervoor gemaakt voor je kinderen, als je gespaard had in goud in plaats van in euro's. En dat vond ik wel baanbrekend eigenlijk. Ja, dat klopt. Ik dacht, shit, waarom houden nog zoveel mensen hun geld in euro's? Nou, kijk eens. Maar het kan dat je natuurlijk... In ieder geval zou je eigenlijk niet alleen goud moeten aanhouden. Je zou eigenlijk altijd moeten bepalen, wat is je beleggingshorizon? Waar wil ik staan over 20 jaar? Hoeveel risico kan ik nemen? En daar moet je eigenlijk bepaalde potjes op in gaan richten. Een stukje vastrentend met heel laag risico tot en met hoog risico. Nou ja, aandelen, crypto's, wat het dan ook mag zijn. En alles wat daartussen zit. En eigenlijk zou je op die manier heel gedisciplineerd elke keer moeten zeggen, ik zorg dat ik op die manier mijn bezit, mijn vermogen opbouwt. Dat je goed meegroeit met dat wat je hebt, dat wat je bezit. Dus alleen in goud beleggen zou ik niet zo slim vinden. Ik denk dat je ook altijd goed moet blijven nadenken van ja, wanneer heb ik het geld uiteindelijk nodig en waar beleg ik het in? Dus je kunt natuurlijk bijvoorbeeld vastgoed zien, maar ook wel vaak als klassen voorbij komen wat mensen interessant vinden. Maar een huis verkoop je niet zomaar als je daar toevallig in geïnvesteerd hebt. Ik zie hier iemand voorbij komen met geef je kind een Rolex. Nou, dat zijn op zich ook nog best wel hele waardevaste artikelen. Dat is wel... dat is wel ook, dat is iets om rekening mee te houden. Spreiden en ja, hoe vaak, hoe snel heb je het nodig? Kun je het geld voor een langere periode even vastzetten en voor je laten werken, et cetera? Ja, dat vind ik wel mooi met alle investeringen die je kunt doen. Is dat ze eigenlijk, als je ze op een rijtje gaat zetten, ze hebben allemaal hun voordelen en hun nadelen. En je moet heel erg goed kijken naar jouw situatie en wat jouw doel is, wat jouw horizon is. En dan ga je kijken van wat is je risicoprofiel? Hoeveel risico wil je nemen? En dan ga je het eigenlijk verspreiden over die verschillende investeringsklasses. En doorgaans zie je ook dat jongere mensen dus ook iets meer risico kunnen nemen. Kijk, iemand vraagt hier van hoe snel doe je het nou voordat je goud weer hebt verkocht en dat het weer op je rekening staat. Dat is precies de reden waarom wij vaak... veel oudere klanten hebben. We hebben ongelooflijk veel 55-plussers die bij Goldsupplement goud aankopen. Want goud is gewoon een heel liquide product. Dat kun je 24 uur per dag, 7 dagen per week verkopen. Verkoop je dat op in ieder geval bij ons, maar je zou ook waar dan ook. Er zijn een hele hoop partijen die goud accepteren. Dan heb je eigenlijk dezelfde, bij Goldsupplement direct weer beschikking over het geld. Of als je het in een winkel verkoopt, dan heb je daarna... meer beschikking over het geld. Er is altijd een markt voor goud, dus dat is wel een hele prettige. Dus het is eigenlijk heel makkelijk dan om het liquide te maken via jullie? Heel makkelijk om het liquide te maken. En niet alleen via ons. Dus ook als je beslist van ik haal het goud uit de kluis. Dat doen heel weinig klanten wel eens, maar ze doen het wel eens. Dan zijn er altijd wel partijen, banken of
Als het om kleinere hoeveelheden gaat, zijn het goudwisselkantoren of wat dan ook, die bereid zijn om jouw goud in te kopen. Maar ja, let dan gewoon goed op dat je daar de juiste prijs voor krijgt. Mooi. Als we over goud, hè? We horen altijd goud is schaars. Maar hoe schaars is goud eigenlijk? Hoeveel goud wordt er nog bijgemijnd? Het punt is, er is natuurlijk... goud is een schaars product, dat klopt. Maar naast het goud wat wij kunnen mijnen, is natuurlijk ook heel veel goud als sloopgoud in omloop. Ik moet zeggen dat in de 10 jaar waarbij we best wel hele grote grillen in de markt hebben gezien, dat wij hebben geopereerd, nog nooit op een moment zijn gekomen waarop het kritisch was of er nog wel voldoende goud beschikbaar was voor de markt. Dus mensen laten zich daar vaak gek door maken van, oh, er is heel weinig goud beschikbaar, et cetera. Dus wat wel zo is, dat op het moment dat het over fysiek goud gaat, dat als er extreme omstandigheden ontstaan, dat die goudbaren, die moeten gesmolten worden, die moeten geproduceerd worden. Daar zit echt best wel een heel zwaar proces achter. Dus in 2010 hebben wij wachttijden gekend van misschien wel 2-3 maanden voordat je over jouw goud kon beschikken. Dus dat betekent dat je 2-3 maanden heb je dus eigenlijk risico dat je nog niet die goudbaar bezit en wel al misschien hebt gekocht of een prijs bent overeengekomen, maar nog niet dat goud ook echt zelf bezit. In de coronaperiode hebben we een soortgelijke situatie met voornamelijk zilver gezien. Goud was nog net wel te leveren. Maar dat is vaak het probleem. Dus ik denk dat mensen zich niet gek moeten laten maken dat er niet voldoende grondstof aanwezig is. Als je alles bij elkaar op zou tellen, dan zou je geloof ik een tennisveld als kubus kunnen vullen met goud. Oké. Maar het voelt tegen strijd, want het is wel schaars. Daarom stappen toch veel mensen erop in. Dat ze zeggen van ja, hè, als ik kijk bijvoorbeeld naar het stock-to-flow model, dan geeft hij aan over goud dat het 58 jaar duurt voordat die weer dezelfde hoeveelheid goud nog een keer gemijnd wordt. Dus dat duurt 58 jaar. Dat vinden mensen heel hoog. Dus ze vinden dat, en alle voordelen van goud natuurlijk, dat het niet verroest en dat je het helemaal op kan delen in kleine stukjes en allerlei van zulke dingen. Daardoor stappen mensen toch in op goud. Dat ze toch het gevoel hebben dat het schaars is. En dat is natuurlijk ook zo. En er zijn natuurlijk ook, goud kan niet overal gewonnen worden. Er zijn bepaalde locaties, lees China bijvoorbeeld, waarvan we ook niet zeker weten of die, waarvan we in ieder geval zeker weten dat die grote hoeveelheden goud winnen en zelf houden en zelfs opkopen in de rest van de wereld. Dus dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Maar ik zou dat denk ik, misschien dat ik Bart ermee voor toast, maar ik zou dat niet, dat neem je mee in je mix. En dat is de reden, kijk, goud heeft natuurlijk altijd al een functie gehad als wisseleenheid, als geld in het verleden. Het heeft een hele zware politieke, monetaire functie, ook macro-economisch gezien. Waarbij vroeger geld altijd aan goud gekoppeld was, dat is inmiddels losgekoppeld. En ja, daar zit de dynamiek en daar zit de complexiteit van goud ook. Want ik dacht toen ik, in alle eerlijkheid, toen ik begon met goud, van nou, dit is nou een simpel product, dit begrijpen we allemaal, iedereen snapt een baar goud. En die kun je zien, die kun je vasthouden en er zit een prijs aangekoppeld. Maar hoe die prijs tot stand komt en welke, invloeden daarmee gepaard zijn, dat is wel weer erg complex. Dus als je fysiek goud aankoopt en je koopt dat, dan zie je dat, in ieder geval bij ons zie je dat vaak mensen zijn die het voor een langere periode kopen, die een klein stukje van hun vermogen, vaak zelfs een klein stukje van hun cashpositie, wat ze over hebben, dat beleggen ze in goud en dan kopen ze aan en dan kijken ze eigenlijk nooit meer na. En hopen ze ook nooit meer aan te hoeven komen. Want je koopt het eigenlijk, het fysieke edelmetaal, voor echt als het echt helemaal fout gaat, als het misgaat of wat dan ook. Ah, wauw. Dus dat is wat jij voornamelijk ziet bij de beleggers die bij jullie investeren. Is het eigenlijk gewoon als een hedge op de inflatie in het systeem. Als het echt helemaal fout gaat. En dan gaan ze hun bar eigenlijk pas inwisselen. En daarvoor kunnen ze het eigenlijk missen om... Hebben ze niet nodig om van te leven?
Ja, en als ze dan toch nodig hebben, dan kunnen ze het in ieder geval altijd verkopen. We zien inmiddels dat ik denk van al onze transacties ongeveer 25% zijn verkooptransacties. Dus dat betekent wel dat er wel beweging is, dat niet mensen het altijd maar vasthouden. Inmiddels zien we ook een veel jongere groep komen die veel sparen. En die hebben op een gegeven moment toch het geld weer nodig. Maar ik zou zeggen, als je in fysiek edelmetaal belegt, dat is gewoon echt duurder dan wanneer je in een ETF of in papieren goud belegt. Dan is dat eigenlijk het potje waar je niet aan hoeft te komen. Waar je gewoon opzij zet, waar je niet over na hoeft te denken. En waarbij je ook de prijs van goud kan natuurlijk erg schommelen. Maar als je dan kijkt over de afgelopen 20 jaar, heeft het gewoon heel stabiel rendement van gemiddeld, ik geloof, van 10% per jaar laten zien. Maar tussentijd zijn er natuurlijk best wel wat schommelingen geweest. Dus zo zou ik daarmee omgaan. Ja, mooi. En wat is, Brigitte vraagt het ook, wat versta je onder een langere periode vastzetten? Wat is dat voor jou? Ja, ik heb nog nooit goud verkocht. Ik koop alleen maar. Ik zou persoonlijk, daarom zeg ik van ja, kijk, het is maar net hoe het in je mix zit. Het is iets wat je koopt dat je eigenlijk nooit nodig hoeft te hebben. Het is echt je appeltje voor de dorst, En voor de rest groeit die positie, groeit gewoon mee met jou, met je leeftijd. Normaal, naarmate je wat ouder wordt, wat ik al zei, het is een belangrijke hedge op je cashpositie. Naarmate je wat ouder wordt, zul je graag waarschijnlijk wat minder risico willen nemen. Wil je graag wat meer liquide producten, zul je waarschijnlijk wat meer goud gaan aanhouden. Ja, mooi. En stel nou dat we dat goud hebben en ik heb voor jarenlang periodiek belegd bijvoorbeeld gewoon in goud. Gewoon iedere maand gewoon een paar honderd euro apart gezet. We zijn 10, 20 jaar verder en ik heb 100.000 euro aan goud. Kan ik dat bijvoorbeeld ook, en ik denk van nou ik wil toch eigenlijk wel vastgoed ook nog kopen, maar ik heb niet het cashgeld. Kan ik op basis van het goud, kan ik dat ook als onderpand gaan gebruiken? Dat ik een lening op basis van mijn goud kan krijgen? Ja, dat is iets waar wij, een gedachte waar wij nu wel mee spelen. We hebben natuurlijk, kijk, goud is een heel liquide product. En wat mensen graag willen houden en niet willen verkopen omdat ze toevallig dat huis moeten kopen. Dus we krijgen die vraag ook heel regelmatig. Daarnaast ligt het opgeslagen bij professionele beheerders. Dus wij hebben daar zicht op. Wij weten dat jij, Stijn, waar X, Y, Z aanhoudt in die kluis. Dus daarmee kunnen we degene van wie jij geld zou moeten lenen, ook altijd verzekeren dat die baar daar ligt. Dat de kwaliteit van die baar is wat jij beweert. En dat zou het heel makkelijk maken om te zeggen van nou oké, misschien wil jij, Stijn, wel die baar goud als onderpand voor de lening die je om jouw vastgoed aan te kopen, om die eigenlijk te garanderen. Dat is heel goed mogelijk. Dat onderzoeken wij nu ook. Dat is nu nog niet op Cold Republic mogelijk. We zijn wat banken voorbij. Hij komen die wel aanbieden. Marleen. Oh, viel even weg. Ja, kan je het laatste nog even herhalen? Ik ben er nog. Ben jij er ook? Ik ben er nog. Ja. Doet het stukje over vastgoed aankopen met goud als onderpand? Ja. Ja, en je had het verteld dat dat mogelijk is en dat jullie ermee bezig waren. Ja, dus wij zijn dat op dit moment aan het onderzoeken. Of wij dat willen aanbieden. En die kans is zeer aanwezig dat wij dat gaan doen. Puur om het feit dat we dat kunnen en dat we zien dat daar veel vraag naar is op dit moment. Ja. Nou kijk, en voor mij persoonlijk lijkt mij dat ook heel interessant. Want ik wil eigenlijk het goud ook nooit verkopen. Dus altijd behouden. Maar het is wel mooi als je toch een stuk liquide kan maken. Dat je, als ik het goed begrijp, heb je bijvoorbeeld 100.000 euro aan goud. En dan kun je 50.000 euro aan lening bijvoorbeeld daarop op krijgen. En als ik kijk naar terug in de geschiedenis van goud. Ja, de kans dat goud meer dan 50% daalt. Is relatief klein, denk ik. Dus ik kom nooit onder water te staan. Ik hoef nooit bij te storten. En dan kan ik toch net die investering maken in dat vastgoed. Kan ik daar rendement uithalen? Kan ik mijn lening afbetalen?
En aan het einde van de rit heb ik een stukje vastgoed. En heb ik ook nog mijn goud. Ja, ja, dat is precies de vraag die we veel zien. We hebben veel wat klanten die op leeftijd zijn. Die misschien niet eens vastgoed voor zichzelf. Maar voor een kind of voor een kleinkind zouden willen aankopen. En hun goud daarmee ter beschikking kunnen stellen als onderpand voor een dergelijke aankoop. Mooi. Marleen, even kijken. William die vraagt zich af, wat brengt de toekomst voor de waarde van goud? Hoe kijk jij naar de toekomst, Marleen? Oh, dat vind ik een even hele in die glazen bol kijken, Marleen. Ja, ik ben echt, ik denk in 2011 gestopt met na te denken over wat de prijs van goud nou ging doen op in ieder geval korte termijn. Omdat wij de hele dag daarmee bezig zijn, de hele dag bezig zijn met wat er macro-economisch gebeurt, welke factoren misschien van invloed kunnen hebben op de prijs van goud. We zitten er eigenlijk altijd naast. Want juist op bepaalde momenten dat je verwacht dat die koers omhoog schiet, dan gebeurt er niks of sterker nog, hij gaat omlaag. En dat maakt het bepalen op korte termijn van die prijs van goud gewoon ontzettend moeilijk. En dat is vaak ook niet, het is in ieder geval niet mijn reden om te beleggen in goud. Als je belegt in goud omdat je een ritje omhoog mee wil maken, dan kun je beter... Ik kan jou niet horen, Marleen. Kunnen jullie Marleen nog horen? Ik hoor Marleen niet. Ik ben weer terug. We zijn allebei weer terug, geloof ik. Ja, je bent weer terug. Dus als je het aan mij vraagt van wat brengt de toekomst voor de waarde van goud, koop je wat mij betreft als verzekering in voor het geval dat het niet goed gaat in de toekomst. Op het moment dat het echt heel erg misgaat, dan zou je dat goud goed kunnen gebruiken als bescherming tegen de rest van je vermogen, wat op dat moment misschien in waarde daalt, tot misschien wel veel extremere events waar we hopelijk nooit mee te maken zullen krijgen. En dat is wat mij betreft de belangrijkste reden om fysiek goud aan te kopen. Als je een mening hebt dat tijdens de eerste lockdown in corona zagen die koers van goud, trouwens al eerder al zagen die goud niet wijden puur aan. Ik zou die niet wijden puur aan het feit dat er corona was. Ik denk dat corona hoogstens een trigger was. Maar er is natuurlijk wel, er speelt natuurlijk onder water ontzettend veel. Er wordt ontzettend veel geld bijgedrukt. Geopolitieke spanningen zijn er wel zeker. Ik kan jou slecht horen, Marleen. Misschien is het... Zo. Ik hoor jou slecht, Marleen. Is het misschien een idee als je een keertje inlogt en uitlogt? Ik zal even kijken of ik... is het mijn... Sorry. Nu ben je weer terug. Ja, nou, ik versta je ook goed. Ik zie overigens mezelf wel steeds in beeld. Dus ik weet niet of het alleen aan mij ligt of aan ons beiden. Oké. Misschien kunnen de kijkers het even laten weten van... kunnen jullie mij af en toe ook niet horen? Of is het alleen Marleen? Laat het even weten alleen op de... of laat het even weten in de chat. Dan kunnen wij hier ook kijken. En ik vraag het ook even aan Nicole, want die is ook aan het meekijken. Nicole die zegt, Stijn, je bent goed te verstaan. Geen haperingen, het is alleen bij Marleen op dit moment. Oké. Ik ben overgeschakeld naar een ander netwerk. Wellicht dat dat helpt. Dit lijkt de oplossing, Marleen. Dus dat is
dat is mooi. Ik kan jou goed en helder nou zien. Dus dank aan het nieuwe netwerk. Even kijken. Waar ik het graag nog even met je over wilde hebben. En dat is, ik vind het ook wel mooi om uit te zetten voor de kijkers. Er zijn een aantal verschillende manieren hoe je goud kunt kopen. Je hebt enerzijds heb je fysiek goud. Je hebt papiergoud en je hebt ETF's. Zou jij dat uiteen kunnen zetten wat de voor- en nadelen zijn tussen die drie? Ja, papiergoud, ook wel futures of ETF's. Dat zijn rechten op goud. Over het algemeen gaat het bij een future... we spreken in toekomstige waarde van goud af en veel partijen speculeren dan eigenlijk op de prijs van goud, maar zullen nooit tot levering overgaan. Bij een ETF heb je het over een fonds wat een hoeveelheid goud aankoopt. Dat fonds geeft vervolgens weer aandeeltjes uit en dan heb je eigenlijk een aandeel in een hoeveelheid goud. Dat komt alweer veel dichter bij bij fysiek goud aanhouden, bij zelf fysiek goud aanhouden. Die twee pak ik even bij elkaar. Dat zijn allebei mechanismes waarbij je kan investeren in een waardestijging en waarschijnlijk uitgaat van een waardestijging in goud, maar waarbij je het fysieke goud niet zelf bezit. Maar waarbij je via een ETF in sommige gevallen er wel bij kan komen, maar waarbij je altijd je tegenpartij risico's, eigenlijk het fonds waarin je belegt, dus heeft dat fonds dat goud daar ook daadwerkelijk liggen, kan hij dat aantonen met kruislijsten, et cetera. En als het dan zo is dat het fonds, dat daar iets mee gebeurt en jij eist jouw goud op, zijn er geen andere kosten waar het fonds rekening mee moet houden voordat het fonds geliquideerd kan worden en jij recht kan hebben op dat edelmetaal, want je bezit het op dat moment niet. Hetzelfde geldt voor goud futures. Wat nou als iedereen op een gegeven moment bepaalt dat hij het goud wil laten uitleveren, dan kunnen we wel eens een probleem hebben omdat gewoon het aantal futures wat in omloop is een veelvoud is van het daadwerkelijke goud wat uitleverbaar is. Nou, dan gaan we één stapje op richting het fysieke goud. Binnen fysiek goud heb je eigenlijk ook drie categorieën. Je hebt unallocated goud. Unallocated goud is, dat wordt vaak verkocht door refiners of partijen die vaak goudraffinaderijen. Dat noemen ze unallocated goud. Die raffinaderijen hebben... goud op de balans staan, dan wel om te verkopen, dan wel om er sieraden van te maken of wat dan ook. En daar schrijven ze eigenlijk dan een recht op uit. Maar in dat geval heb je nog steeds als tegenpartij, is het de raffinaderij eigenlijk, of de refiner die op het moment dat het misgaat en jij jouw geld wil opeisen, dan hangt het er vanaf wat wat de positie van die refiner is om daar aanspraak op te kunnen maken. Vaak zijn refiners wel overheidsondernemingen of in ieder geval gedeeltelijk overheidsondernemingen, waardoor het risico nog steeds overzichtelijk is, maar het is wel degelijk een risico en je zult nooit het fysieke goud in de vorm van een baar op kunnen halen. Althans, dat is niet de afspraak die je maakt bij het aankopen. Ja, dus het goud is niet toegewezen aan jou, non-allocated. Toegewezen aan jou. Ja. Dan ga je nog een stap verder richting fysiek goud. Dat noemen ze ook wel pooled allocated goud. Daarmee beleg je in een pool van goud. Dat lijkt eigenlijk heel erg op een ETF. Een refiner of een leverancier of een partij die legt dan een stapel goud opzij. En dan kun jij met heel veel andere mensen investeren in die stapel goud. Nou, dat is eigenlijk niks anders dan een ETF. Die staat op de balanspositie van die partij die dat aanbiedt. In dit geval ook vaak refiners. Dus mocht het fout gaan, dan heb je misschien met z'n allen wel recht op die pool van goud. Maar hij is niet jouw fysieke eigendom. Je hebt nog steeds te maken met de performance van een onderneming zelf. En dan heb je als laatste, en dat is allocated goud. Dat is wat wij verkopen bij Gold Republic.
Dat is wanneer je het goud echt fysiek zelf bezit. Wanneer je, en dat kun je eigenlijk maar op één manier voor elkaar krijgen, door te weten welk baarnummer jij bezit. En door zeker te weten dat er niemand anders is die datzelfde baarnummer bezit. Want dat hebben we ook nog wel eens gezien in de markt. Waarbij goudbaren meerdere keren aan meerdere personen verkocht zijn. Of nou ja, dat soort enge, fraudeleuze praktijken. Dus als je in fysiek goud, of als je in goud gaat beleggen, moet je eerst bepalen waarom je dat doet. Als je dan zegt van, nou, ik doe dat puur om op de koers te speculeren, dan is waarschijnlijk een future of een ETF is meer geschikt. Want je gaat er snel in en snel uit en je maakt niet zulke hoge kosten. Als je het voor een bredere reden doet, omdat je echt wil hedgen tegen, nou, eigenlijk alles. Misschien ook wat bezit aan wil houden buiten het financiële systeem. Dan is allocated goud waarschijnlijk de beste vorm om goud aan te houden. Eén stap verder is nog dat je die baar daadwerkelijk in je chocola thuis hebt liggen. Ja. Dat is hetzelfde. Het juridisch eigendom komt dan overeen met met allocated goud. Alleen, dan moet je wel echt verdomd goed gaan kijken. Heb je het goed verzekerd? Heb je geen risico's op diefstal, et cetera? En dat zijn voor mij eigenlijk nooit, is nooit een optie geweest. Ik wil daar gewoon rust in hebben. En op het moment dat je het ooit moet verkopen, is er dan een partij die het van je wil kopen tegen een redelijke prijs. Want een partij die het wil kopen is eigenlijk altijd wel. Maar zijn die ook bereid om het terug te kopen? Vaak zien wij dat de goudwisselkantoren bijvoorbeeld, die vragen soms wel 5-10% marge op het terugkopen van goud. Dat heb je niet zo in de gaten, want je staat op dat moment in de winkel en dan vraagt de prijs van goud op. Nou, zij hedgen dat direct, zij zetten dat direct dicht. En jij maakt eigenlijk gewoon 10% verlies op jouw transactie. Ja, dus eigenlijk als we voor de lange termijn willen gaan en je wil het echt gewoon toegewezen op, je, ja, op jou als persoon hebben, dan ga je voor fysiek allocated gold ga je dan. En daar moeten we dus heel erg op letten dat die barnummer ook juridisch op ons nummer, op onze naam staat gewoon. Ja, dus je hebt twee dingen. Is die baar geleverd aan jou? Want je kunt wel een barnummer krijgen, maar als het juridische proces van levering niet goed is georganiseerd, en zeker als dat op afstand gebeurt, want bij Gold Republic houden mensen goud aan in bijvoorbeeld Frankfurt of in Zwitserland of in Amsterdam. Op het moment dat die baar geleverd wordt, neemt die kluis hem namens jou in ontvangst. Dat is een juridisch proces, een juridische transactie die goed georganiseerd moet zijn. Dus dat kun je altijd opvragen bij een partij. Hoe hebben jullie dat gedaan? Hoe hebben jullie dat georganiseerd? Dat is nummer 1. Dan heb je dat baarnummer en als je dat baarnummer hebt, is het voor jou. Dan is daar ook geen discussie meer over. Nou, als je dan, ja, dus dat, die twee dingen moet je goed bekijken. Maar die bar kunnen wel meerdere mensen hebben dan. Je kunt mede-eigenaar zijn van één bar. Ja, exact. En we hebben dus een fractie van die bar en die kunnen we dus ook weer opeisen, omdat die op onze naam staat. Wat zijn de, aan wat voor fees moet ik denken om het bij jullie te laten bewaren, om het aan te kopen? Hoe werken jullie? Ja, wij brengen in rekening 1% transactiefees en 0,5% voor de opslag en verzekering. Ja, dus bij aankoop is het 1%. Dan laten we het bewaren. Per jullie is dat 0,5%. En als we het dan weer, en dan waar bewaren jullie het? Het goud? Dus dat is ook nog een belangrijke. Ik zou altijd aanraden dat het elementaal in onafhankelijke kluizen wordt bewaard. Je ziet ook aanbieders die het in hun eigen kluis opslaan. Maar dan weet je, die wil altijd bevestigd hebben door een onafhankelijke derde dat het goud er echt ligt. Want ik kan van mezelf ook zeggen dat waar ik zij zet in de kluis ligt. Wij slaan het op bij Brinks in Nederland. Die kennen jullie wellicht wel van de waardetransporten. En in het buitenland, in Zurich en in Frankfurt, slaan wij het elementaal op bij Loomis. En Loomis is verreweg de grootste partij die professioneel goud op kan slaan. Ja, en als ik het dan wil verkopen, betaal ik dan ook weer 1%? Ja, klopt. Ja, dus dat zijn de fees waar ik rekening mee moet houden als ik echt fysiek goud toegewezen aan mij als je juridische persoon ga kopen. Ik zag net ook de vraag van Mohamed, die zei van oké, stel nou dat ik wil periodiek gaan beleggen in goud. Kan dat via jullie en hoe zou dat kunnen? Ja, dat is het spaarplan dat je eerder al aanhoudt. Dat is ook heel slim, zeker als je
ja, omdat je nooit echt het goede moment kunt bepalen waarop het nou verstandig is om dat goud aan te kopen, zien we dat veel mensen een spaarplan opzetten. Die kun je altijd starten bij Goldspoken. En je kunt hem ook al altijd eindigen. En je kunt het ook altijd weer, op het moment dat je bent gestopt, weer het elementaal verkopen. Maar bij het spaarplan stel je dus in hoeveel dat het bedrag is wat je per maand in ons geval wil aankopen. En dan wordt dat bedrag, stel dat dat bijvoorbeeld 50 euro is, dan wordt dat afgeschreven van je bankrekening en wordt daar goud mee aangekocht. En tot het moment dat je weer stopt met het spaarplan. Ja, maar dit is wel heel fijn. Dit vind ik wel heel fijn. Dat je geld wordt gestort. En dan wordt het door jullie wordt het automatisch geïnt, het gedeelte wat je wil. En dan mis je het ook niet. En dat gebeurt dan iedere maand. Daar leef je dan ook na. En ondertussen ben je wel je spaarpot aan goud, ben je wel aan het opbouwen. Dat ene mandje, we zijn allemaal aan het spreiden, maar dat ene mandje goud wordt ook gewoon automatisch wordt dat dus dat opgebouwd. Ik vind dat al iets heel sterks wat jullie hebben. Simon Kruid, die vraagt nog 0,5% opslagverzekering en jaarlijks. Ja, ja. Die wordt jaarlijks in rekening. Die wordt over het jaar berekend. Ik moet het anders zeggen. Die wordt per dag berekend. Dat is dus 1/365ste van 5% wordt er per dag in rekening gebracht. En ik geloof maandelijks geïncasseerd. Wat ook nog even belangrijk is om te melden, bij het spaarplan krijg je wel korting op je transactiekosten, dat betaal je niet 1%, maar 0,5%. Dus als je periodiek gaan beleggen, is het voordeliger qua aankoop, is het dus 0,5% in plaats van 1%. Klopt. Moeten we dat nog voor zoveel maanden doen, of kun je het iedere maand weer stopzetten? Nee, er zit wel een maximaal bedrag aan, ik geloof 5000 euro, want zullen we allemaal mensen hebben die steeds spaarplannen kopen en dan weer verkopen. Dat is een beetje onhandig. Ja. Dan is er nog een vraag, geloof ik, een stafelbeheerfee. De beheerfee die moet eigenlijk kostendekkend zijn voor de kosten die wij maken om het goud goed te kunnen verzekeren. De opslag is eigenlijk niet eens zo heel gek duur, met name de verzekering van elementaal is gewoon ongelooflijk duur. En dat maakt ook dat wij geen kortingen, ook op grotere posities, elementaal aanbrengen. Dus die 0,5% is wel echt de 0,5%. Ja, ik ben wel benieuwd bij alle kijkers wie raakt al veel meer geïnteresseerd in fysiek goud. Laat het even weten in de chat. Heb je al goud of zit je er sterker over na te denken om fysiek goud aan te kopen? Laat het even weten. Want het leuke is, we gaan dus ook 1 gram goud gaan we ook verloten. Nou, hoe gaan we dat doen? Hoe kun je in aanmerking komen voor dat 1 gram goud? Is dat je kunt bij Gold Republic, zij geven ook het 1 gram goud, dus alle eer ook aan hen. Maar je kunt dus bij Gold Republic gratis een account aanmaken. En dat kan je doen via onze link. Dat is followyourwind.com/Gold Republic. En ik zal het even laten zien, dan kom je op deze pagina terecht. Hier is die. En dit is de pagina. Daar kun je gewoon je account aanmaken. Is helemaal gratis. Zitten geen kosten aan verbonden. Met je gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer en wachtwoord. Als je dat doet, dan zien wij dat jij je hebt aangemeld. Ook voor die 1 gram goud daarmee meteen. Dus doe dat. Het is helemaal gratis. Zitten geen kosten aan verbonden. En wij zullen de winnaar bekendmaken aanstaande maandag. En dat is, uit mijn hoofd is dat 8 februari, zeg ik dat goed? 8 februari maken wij de winnaar online bekend tussen alle mensen die zich hebben aangemeld via de link followyourwind.com/Gold Republic. En als je dit account hebt, dan kun je ook op eigen houtje, kun je ook hier veilig je goud gaan kopen bij Gold Republic. Je kunt daar dus ook automatisch een spaarplan aanzetten. Wat je kunt doen. Dus ik hoop dat jullie dat tof vinden. Het enige wat je hoeft te doen is dus een gratis account aan te maken. followyourwind.com/Gold Republic. En laat zeker ook nu even je vragen weten in de chat die je nog hebt. Dan kunnen we die, daar hebben we nu nog tijd voor om die ook door te lopen en te behandelen. Even kijken. Ik zag al wat vragen voorbij komen die we uiteraard vaker krijgen. Je kunt het elementaal altijd aankopen met Ideal. Dat is geen probleem. Je hebt geen PayPal account of wat dan ook nodig.
de vraag over, over de omstandigheden waaronder het goud wordt gewonnen. Wij kopen het edelmetaal altijd in bij LBMW geaccrediteerde leveranciers. En dat zijn, die vallen onder een soort van ja, netwerk van leveranciers die zich moeten houden aan het winnen van groen goud, noemen ze dat. Waarbij er goed gekeken wordt naar de leefomstandigheden en de omstandigheden onder het winnen van geld. Dat is dat ging over deze vraag, geloof ik. Dus dat vinden wij ook heel erg belangrijk. Daar zijn letten we heel erg goed op. Maar dus wij niet alleen, ook de LBMA zelf, die monitort en audit deze refiners daar heel, heel streng op. Er kwam ook een vraag over een spaarplan aanmaken voor kinderen. Dat doen we uiteraard ook. Dat doen heel veel mensen bij ons. Je kunt een account openen op naam van je kind. Maar dan ben je daar als ouder of als verantwoordelijke voor, word je daar aan die account gekoppeld totdat de minderjarige 18 is. Daar wil ik trouwens nog iets aan toevoegen, want ik kreeg dus voor de liveshow kreeg ik een berichtje van Elma. En zij zei, mijn zoon van 11 die kijkt al jullie liveshows en hij wil heel graag investeren in goud. Dus hij zit er ook zeker bij deze liveshow. En ik zag ze al in de chat, Elma en Pieter. Ze zijn samen aan het kijken. De zoon van 11, top dat je er bent, Pieter. Goed hoor, dat je al die leeftijd ermee bezig bent om ja, financieel slimmer te worden en wellicht in goud te investeren. En hij wil dus weten of hij al een rekening kan openen bij jullie voor het goud. Maar dat gaat dus onder toestemming van de ouder. Zo is het, hè? De ouder wordt ook aan de account gekoppeld. En die moet zich dus als ouder daarbij bijvoegen. Dat spreekt wel voor zichzelf. Als Pieter zijn account aanmaakt, dan komt hij dat vanzelf tegen. En op het moment dat Pieter is, kan je gewoon zelf aan over beschikken en daar verder mee aan de slag. Mooi. Zag jij nog andere vragen, Marleen, die je wilde beantwoorden? Nee, ik denk eigenlijk ook, het allerbelangrijkste vind ik, wij zijn natuurlijk een van de leveranciers, maar blijf je altijd goed verdiepen. We zijn altijd beschikbaar of bereid voor vragen. We zitten zelf op de Herengracht in Amsterdam. Mocht je wat meer willen weten, kom gerust langs of bel ons op. Maar ook als je bij een derde koopt, geen enkel probleem, maar verdiep je vooral goed in de punten. Als je fysiek elementen aankoopt, let gewoon op dat je de baarnummers hebt, dat het bij een onafhankelijke bewaarder is opgeslagen en dat het goed verzekerd is. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik wil zeggen. En ja, wij vinden het gewoon heel leuk om te zien dat er steeds meer jongeren eigenlijk zich tot onze klantenkring toevoegen. En zeker als Pieter, dan denk ik van dit vind ik helemaal gaaf, vind ik helemaal mooi. Ja, ik ook. Ik vind het genieten. Ja, dus in ieder geval heel erg bedankt. En als er iemand is die nog tips heeft over onze verdienstverlening, dan horen we dat graag. En dan de laatste vraag, geloof ik dan. En waarom goud in plaats van zilver? Ja, ik ben echt een goudfan. Ik vind tenminste als het om fysiek edelmetaal gaat. Wij verkopen ook fysiek zilver en ook fysiek platina. Je koopt fysiek edelmetaal aan, je betaalt daar best wel een flinke premie op, omdat het fysiek is, omdat je daar kosten voor maakt. Dus je koopt dat eigenlijk met een bepaalde reden. En dan, als het dus misgaat, dan kun je wat mij betreft, vind ik, altijd beter goud hebben dan zilver of platina. Omdat het veel breder geaccepteerd is, een veel grotere markt is, omdat het ook gezien wordt als betaalmiddel. Het wordt ook belast als een betaalmiddel, dus er zit geen belasting op goud, wel op zilver en platina. Beleggen in zilver en platina kan heel interessant zijn, zou ik zelf nooit fysiek doen. Dat klinkt een beetje gek, want we verkopen het ook, vooral omdat gewoon veel mensen dat graag willen hebben. Nu met de hele Reddit-discussie zijn er natuurlijk heel veel mensen zich komen melden omdat ze per se fysiek zilver wilden hebben. Wij bieden dat ook btw-vrij aan, maar dan moet je het in een douane-entrepot laten liggen. En je koopt het fysiek omdat je er op ieder moment van de dag over zou moeten kunnen beschikken als je dat wil. Als je er zilver hebt, dan ligt een douane-entrepot. En je moet uitleveren, moet je opeens 21% btw betalen. Dus dat is de reden waarom ik altijd zeg, als je fysiek gaat beleggen, doe dat wat mij betreft in goud. Maar we hebben het alle drie. Marleen, heb je nog even tijd of moet jij weg?
Oh, oké, okay, mooi, mooi. Maar dan kunnen we nog een paar leuke vragen doen. Dit was inderdaad de vraag die ik ook wilde stellen, Mohamed. En ik kreeg deze vraag ook al van Mark van tevoren. Hoe wordt goud dus belast? En is dat ook nog afhankelijk van in welk land je dat opslaat? Kun je daar iets meer over vertellen? Gewoon hoe goud wordt belast? Dat verschil natuurlijk per situatie. Dus ik raad iedereen altijd aan om het even te dubbelchecken of de algemene regel ook op hem of haar van toepassing is. Maar in principe wordt goudbox 3 belast. Het wordt als vermogen gezien. Wij hebben zelf geen residentieplicht vanuit Gold Republic. Maar je bent wel, er wordt wel van je verlangd dat je dat opgeeft in je belastingaangifte. Verder geven wij wel altijd de jaarafschriften, dat je goed kunt zien wat was mijn edelmetaal op het einde van het jaar en op het begin van het jaar waard, zodat je dat makkelijk in je aangifte mee kan nemen. Ja, en als we kijken naar zilver, dat bewaren jullie juist in andere plekken, bijvoorbeeld in Zurich, ook vanwege de belasting, toch? Ja, dus we hadden het net over vermogensbelasting. Bij zilver hebben we ook te maken met BTW. Zilver wordt als grondstof gezien door de fiscus. En daarom moet je er btw over betalen als het in het vrije verkeer komt. Nou, wat wij dus doen is, wij leveren het zilver in een douane, dus vanuit Nederland of vanuit Europa in een douane-entrepot in Zwitserland. Of vanuit buiten Europa in een douane-entrepot in Europa, in Frankfurt. Dus we hebben twee douane-entrepots en daar... zolang als het daarbij liggen en het dus niet eruit haalt, hoef je er geen btw over te betalen. Maar dat betekent dus op het moment dat je het er wel uit wil halen, dan breng je het dus in het vrije verkeer en dan bereken je gewoon netjes de 21% belasting af over het zilver. Of tenminste de belasting op in het land die van toepassing is, waar je het uit laat leveren, ja, de btw. Ja. Ja, exact. Maar op goud zit dus geen omzet btw, geen omzetbelasting. Ja, dat noemen ze vrijgesteld van btw, want goud wordt vanuit de historie eigenlijk als munt en als currency gezien. Ja, mooi. Dus op goud geen omzetbelasting, maar alleen box 3 belasting als je resident bent in Nederland. Dus voor Nederland. Dat vroeg ik me natuurlijk ook af. Stel nou dat je in het buitenland woont, kun je dan bij Gold Republic ook gewoon je goud kopen? Ja, in principe tenzij je echt uit een risicogebied komt, dan niet. Dus de blacklisted countries accepteren wij niet. Maar verder kun je gewoon vanuit ieder land bij Gold Republic edelmetaal aankopen. Het is wel zo dat de niet-IBAN-landen, dus als je geen IBAN-rekeningnummer hebt en je wil een spaarplan inrichten, dan moet je echt zelf het geld over gaan maken. Dan werkt dat mechanisme iets anders. Maar je bent in principe altijd welkom bij Gold Republic. Oké. Nog een andere vraag die ik had was, stel dat je samen bent met een partner of je bent getrouwd. Koop je dan samen goud of koop je toch per persoon goud? Dat kan allebei. Je kunt dus een gezamenlijke rekening openen. Maar denk daarbij goed na van tevoren of dat ook je bedoeling is, of je dat ook echt wilt. Want wij zullen vanaf het moment dat je die gezamenlijke rekening opent, zul je daar altijd samen over moeten bepalen als je opeens vindt dat de status daarvan moet veranderen. En we hebben nogal wat echtscheidingen voorbij zien komen, et cetera, waarbij dat wel een kritisch punt is geweest. Dus als je dat goed met elkaar afspreekt, dat je gezamenlijk wil beleggen in goud, dan kun je daar gewoon een joint account voor aan openen. Ja, goed. Zullen we nog een laatste rondje vragen doen? Als je dat via de chat, kunnen jullie je laatste rondje vragen stellen aan Marleen? Dan kunnen we die nog even doorlopen. Erika die vraagt af, ik heb van die verzamelmunten die enkele jaren geleden in omloop waren, maar die blijken slechts verguld. Hoeveel zijn die waard? Geen idee, dat ligt er maar net aan hoeveel gram goud erin zit. Dat kun je eigenlijk, daar zijn wij dus, ja, wij kopen echt alleen dat baargoud in. Dan zou je naar een, er zijn wel wat partijen in Nederland waar je dat gewoon kan laten wegen en dan maakt ze een inschatting. Dan smelt ze waarschijnlijk de munt gewoon om en dan krijg je de waarde in goud uitbetaald. Maar dat, ja. Ja, toen in ons voorgesprek, toen zei jij ook nog, Marleen, dat het eigenlijk slimmer is om vaak een bar te kopen dan losse gouden munten, toch? Omdat dat eigenlijk relatief duurder is.
Ja, op een munt. Je hebt ook hele kleine baartjes, van misschien wel een gram of minder of meer. Maar je betaalt daar al gauw premies op van 30% tot 40% om dat baartje te maken of om die munt te slaan. Dus vandaar dat je altijd beter in een baar kunt beleggen, omdat je dan na verhouding de minste kosten per gram betaalt. Ja, maar wel allocated aan jou. Dat is juridisch gezien, dat moet je goed checken. Ja. Heel belangrijk. Ik zag een vraag van Alex. Alex die vroeg zich af, het lijkt dat de prijs van edelmetalen wordt gemanipuleerd door de enorme papieren handel. Ja. Wat is jouw visie daarop? Wie doet dat en hoe kan dat tot een einde komen? Ja, er zijn, ik stel mezelf zeer de vraag of dat ooit tot een einde kan komen. Ook omdat goud natuurlijk een heel zwaar politiek karakter heeft. Je kunt je voorstellen als goud heel veel waard wordt, dat dat niet zo heel lekker is ten opzichte van de euro's of de dollars die we hebben om mee te betalen. Dus er zijn enorm veel krachten van buitenaf die invloed hebben op de koers van goud. En waarbij er ook wel voldoende voorbeelden te noemen zijn waarop in ieder geval een marktmanipulatie vermoed wordt. Wie doet dat? Dat kunnen allerlei partijen zijn, dat kunnen overheden zijn, dat kunnen grootbanken zijn. Dat kunnen in ieder geval partijen die groot genoeg zijn om de markt te kunnen beïnvloeden, want de edelmetaalmarkten zijn natuurlijk best wel substantieel. Wat is mijn visie daarop? Je kunt daar in je eentje niet zo heel veel tegen doen. We zagen vorige week natuurlijk wel echt een uniek, of was het nou deze week? Ik weet niet eens hoe snel deze week gaat, zo snel. We zagen natuurlijk wel een uniek event waarbij er een hele grote groep mensen zich opeens gingen verzamelen en fysiek edelmetaal gingen aankopen en eigenlijk tegenovergestelde. Die hadden zelfs een koersopdrijvende werking. Nou, we zien dat die koers van zilver nu precies weer op het punt of zelfs een beetje daaronder staat, als een week, nog geen week later. Dat is wel iets waar je rekening mee moet houden, denk ik, als je belegt in edelmetalen in zijn algemeenheid. Zilver is een veel kleinere markt, daarmee ook makkelijker te manipuleren. Goud is wat groter, maar dan heb je weer met andere krachten te maken die op wereldniveau afspelen. Hebben overheden en banken ook belang bij een lage goudprijs? Ja. In principe wel. En ten opzichte van jouw munteenheid zou je liever niet willen dat daar een hele grote discrepantie in staat. Want het zegt natuurlijk wat over het vertrouwen in de munteenheid. Als er een hele hoge inflatie ontstaat of wat dan ook. Dat is gewoon niet fijn als overheid zijn. Dat is natuurlijk ook wel een reden om dat op een gegeven moment losgekoppeld is. Ja, en ik kan me ook zo voorstellen dat dan geeft de overheden, die geven dus heel veel geld. Hè? Free money hits the economy. Met de bedoeling dat mensen dat gaan uitgeven aan allerlei dagelijkse dingen. En dan gaan ze daar goud van kopen. Waardoor eigenlijk de goudprijs omhoog gaat. En dat is natuurlijk niet het effect wat zij ook willen. Ja. Ja, nou ja, ik echt, maar nogmaals, ik ben zelf niet, je hebt natuurlijk mensen die echt wel uitgaan van het allerergste. Trouwens, er zijn niet alleen goudmarkten, er zijn natuurlijk heel veel markten die gemanipuleerd worden. Maar ja, goud is gewoon een speciaal goedje in het geheel. Waarbij zeker, als het onrustig wordt of als mensen zenuwachtig worden, gaan ze naar goud. En je ziet vaak al een iets gebeuren. Nog voordat het op Twitter verschijnt, zie je dat vaak al terug in de koers van goud. Dus het is wel een beleggingsklasse of een product waar mensen, waar wel veel omheen hangt. Maar ja, je kunt je daar helemaal gek door laten maken. Ik ben daar wat nuchterer in. Ik vind gewoon, zorg voor een goed gespreide portefeuille. En beleg ook wat in goud. En naarmate je meer cash aanhoudt, zorg dat je goudpositie daarin meegroeit. Dat is eigenlijk een beetje mijn aanpak daarin. Mooi. Dat vind ik, dat is heel mooi. En kijk, goud, wat ik wel inzie, is dat goud heeft natuurlijk wel een hele lange historie. Hè? Het gaat al duizenden jaren mee. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt bijvoorbeeld met een bitcoin, ja, dat is er pas 10 jaar. Dus dat heeft een hele andere geschiedenis. En is ook, kent ook weer andere risico's met zich mee. Brengt dat met zich mee.
Ja, ze zitten natuurlijk wel beide in dezelfde hoek. Beleggers in de bitcoins en beleggers in goud vinden wat van het monetaire systeem. En daarmee zien we dat veel crypto-beleggers, maar voornamelijk bitcoin-beleggers, zich aangetrokken voelen tot goud. En wellicht ook andersom. Maar ja, het zijn twee totaal verschillende producten natuurlijk. Dus, absoluut, absoluut. En weet je waarom ik eigenlijk eerder in bitcoin ben gestapt dan in goud? Nee. En dat klopt dus achteraf niet. Want dat voor mij, nou, een beetje een nerd ben ik dan. En ik hou van techniek en online. En voor mij was het dus makkelijker om bitcoin te kopen. Ik dacht, ja, ik zag dat digitaal op internet. Ik betaal gewoon. Dat leek mij gewoon veel makkelijker dan fysiek goud. En waar moet ik dan dat bewaren? Ja, en daarom heb ik het niet gekocht. Terwijl ik er dus nu achter kom. Dat lijkt er wat. Ja, terwijl ik er dus nu achter kom dat je gewoon via een automatische incasso of gewoon via iDeal kun je gewoon goud kopen. En het wordt gewoon bewaard voor je. Natuurlijk betaal je daar iets van premie over. Hè, wat voor de verzekering en voor de opslag, daar zit ook werk in. Maar het is wel, het heeft mijn ogen geopend. En terwijl, kijk, bitcoin heeft natuurlijk voor mij, dat kan ik op inzetten en dan heb je een kans op een hoog rendement. Maar er zitten ook andere risico's bij dan goud, snap je? En daarom vind ik het ook goed om te gaan spreiden. En dat ik ook goud in mijn portefeuille heb. En als ik dan terugkijk, ik wist dat goud de afgelopen 20 jaar gewoon 9,4% is gestegen per jaar. Denk ik van wauw, ik wist niet dat het zoveel was. Ik dacht eigenlijk dat het minder was, dat het maar een paar procenten was. En wat ik ermee wil zeggen is van dat ik ook goud in mijn portefeuille ga aanbrengen. Gewoon om die spreiding te hebben. En met sommige ga ik klappers maken. Maar sommige bescherm ik me gewoon tegen inflatie of tegen gekke dingen die gaan gebeuren in de wereld. Een gedeelte hou ik in cash. Maar gewoon een betere spreiding ga ik aanbrengen. Dus dankjewel daarvoor Marleen dat je dat geleerd hebt bij mij in ieder geval. Ik ben benieuwd hoe de kijkers erover over nadenken. Ik zag hier nog in ieder geval een vraag van, of een reactie in ieder geval van Joost. Die zegt super interessante show weer. Straks gelijk een account aanmaken en de gespaarde centjes voor de kinderen omzetten in goud. Nou, hartstikke mooi Joost, maar doe het met beleid. Hè. We hebben het gehoord, verschillende potjes. Denk meer in percentages wat je in goud, in cash, in bitcoin, in aandelen, in real estate hebt. Ik denk dat je meer in percentages moet denken en dat je dan gewoon je risico spreidt en een beheerste beslissingen neemt ook. Ik denk dat daar Marleen zich ook wel bij kan aansluiten, of niet Marleen? Zeker. Mooi. Nicole, jij wilde nog een vraag van iemand anders doen? Die je net in beeld bracht, volgens mij. Ja. Jos, die vraagt zich af. Wat vind je van de mening van Michael Saylor? Dat goud op middellange termijn te dood is opgeschreven. Dat er massa-adoptie komt van de bitcoin. En grote beleggers bitcoin als safe haven gaan zien in plaats van goud. De eeuwige strijd misschien wel tussen bitcoin en goud. Ja, ik voel die strijd eigenlijk niet zo. Ik vind bitcoins heel interessant. Ik denk dat dat er zeker ruimte is voor een cryptomunt waarmee we wereldwijd zeg maar gewoon kunnen betalen, kunnen beleggen. Je hebt bitcoin als betaalmiddel, bitcoin als beleggingsmiddel natuurlijk. Ik denk dat in alle eerlijkheid, ik denk niet dat een bitcoin ooit het politieke karakter van een goudwaar kan krijgen. Dat geloof ik gewoon niet. Ja. Dus dat is wat ik ervan vind. Maar ik denk dat die twee naast elkaar wel. Ze concurreren in zekere zin wel een beetje met elkaar. Dus je ziet wel in de tijden dat de cryptomunten hele erge opgang hadden, kregen wij gewoon, had dat effect op de vraag naar goud. Vooral omdat ze eigenlijk een beetje met dezelfde redenen gekocht worden. Maar het is ook daarmee het is veel volatieler. Het is veel. Het is gewoon een hele andere markt. Ik kan ze eigenlijk niet vergelijken met elkaar, als ik heel eerlijk ben. Dus ik ben daar niet. Ik vind het eigenlijk gewoon een vrij
als ik heel eerlijk ben, een beetje een kortzichtige mening. Ik denk dat je die niet zo kan stellen. Dat weet je helemaal niet. Er is dus zo ontzettend veel wat daarmee samengaat. Ik denk het niet. Ja, exact. En ik merk dat heel vaak in de Bitcoin community dat het zo zwart-wit wordt bekeken. Het is aan of uit. Het is alleen Bitcoin of niks. Maar er kunnen ook dingen in de wereld gewoon naast elkaar heel goed leven. En die jarenlang met elkaar mee kunnen gaan. In ieder geval, dat is hoe ik erin sta. En waar ik steeds meer achter kom is gewoon... Het is zo lastig om te voorspellen alles. Je kunt het eigenlijk niet voorspellen gewoon. Ja, en daarom, die je jezelf kan stellen van ja, in hoeverre zou, ik noem wat, landen die grote goudposities hebben, China, Amerika, nou, Rusland waarschijnlijk, hoeverre zouden die bereid zijn om een goudpositie in te ruilen voor bitcoins? Ja, ik zie dat gewoon niet gebeuren. Dus daarom denk ik dat het zijn soort twee zulke verschillende dingen. Je ziet wel een hele grote massamarkt in het bitcoinstap. Dus dat is weer, nou, misschien komt er wel een nieuwe coin uit, weet ik veel. Echt, dus het is, ja... Ik denk dat ze gewoon naast elkaar een functie hebben. Exact. Daar geloof ik ook in. En daarom vind ik het, dat beschrijven wij ook in onze Bitcoin handleiding, is onze strategie is gewoon periodiek beleggen, omdat je de markt gewoon niet kan voorspellen. En dat het heel moeilijk is in te schatten, wat is het hoogste punt, wat is het laagste punt. En wil je daar wel alle tijd ook aan besteden en kun je dat wel goed? Weet je, er zijn mensen die zijn er dagelijks mee bezig, maken goede analyses en zitten er nog steeds naast. En eigenlijk waar ik telkens achter kom is gewoon periodiek beleggen. Gewoon een vast bedrag, vast percentage van wat je verdient in bitcoin. Een deel in goud, een deel in vastgoed, een deel in aandelen, een deel om van te leven en een deel gewoon in cash. En eigenlijk als je dat gewoon op jonge leeftijd eigenlijk al mee start, dan heb je gewoon denk ik in 20 jaar heb je gewoon een hele gedekte, relaxte positie opgebouwd gewoon. Ja, dat is echt het compounding effect. Hè? Dus wacht er gewoon niet te lang mee. Gewoon zet dat kleine stukje opzij. En blijf dat gewoon heel gedisciplineerd, gestructureerd doen. Ga niet lopen gokken. Bepaal wat je wil bereiken op een hele langere periode. En maak daar een plan voor jezelf. Ja, en dan heb je sommige potjes, daar kun je mee pieken, hebben hoog risico. En sommige potjes piek je minder mee, maar gaat heel gestaag. Minder risico. En dan zit je er heel veel ook in, ja. Ja. Eens even kijken. Hebben we nog een vraag? Maar iets anders, Marleen. Jij bent ook bezig met een nieuwe app. Een beleggingsapp. Kun je daar nog iets over vertellen? Want het heet Stack. Stack the Future. Ja, dat heeft eigenlijk hier een beetje mee te maken. Het is ook een beetje uit mijn liefde voor het ontwikkelen van producten die ik zelf graag zou willen hebben. Natuurlijk heb je een aandelenportefeuille die je ook als het goed is gespreid belegt. Maar ik heb zeg maar naast alles wat ik op dit moment op de bestaande kapitaalmarkten kan kopen, wil ik ook inderdaad graag wat edelmetaal aanhouden, wat bitcoins aanhouden, wat vastgoed aanhouden. Nou, eigenlijk beleggingsproducten die niet per definitie beschikbaar zijn, maar wel passen in een gespreide portefeuille als het aan mij ligt. Daar zijn wij nu eigenlijk een appje voor aan het bouwen, die heet Stack Your Future, waarbij je inderdaad juist voor de langere termijn zegt van, nou, dat is dus niet, het viel mij gewoon heel erg op dat er heel veel jongeren zijn die alleen maar in goud en alleen maar in crypto zitten. En ik denk, nee, je moet wel zorgen dat je hem wat breder spreidt, dus dat je ook wat vastrentende producten hebt. Misschien bijvoorbeeld de groene obligaties zijn gewoon hele mooie producten. Nou, dat klinkt heel saai, maar die zijn... Nou, vrijwel zeker dat je je geld wat je er ooit inlegt terugkrijgt. Door de manier waarop ze georganiseerd zijn. En je hebt gewoon een vaste rente over die je iedere maand gewoon bijgeschreven krijgt. Of een stukje vastgoed. Nou, niet veel van ons kunnen er gewoon hele panden aankopen. Maar wij zouden dat met de bedrijven die wij nu hebben, Gold Republic en Exchange, zouden we wel mogelijk kunnen maken dat je mede-eigenaar kan worden van een vastgoedobject of een vastgoedportefeuille of een vastgoedobligatie bijvoorbeeld. Zo zijn we 5 of 6 potjes aan het creëren waarvan we zeggen, nou, als je dan gaat spreiden, dan kunnen we dat net zo goed makkelijk over meerdere potjes kunnen doen.
vaak zijn dat soort spreidingen alleen maar weggelegd voor mensen die veel geld hebben. En met Stack Your Future willen we dat dus ook voor de jongeren die gewoon 50 euro per maand hebben. En dat niet alleen maar in goud willen doen, maar meteen gespreid willen hebben over meerdere potjes. Zouden we dat ook willen aanbieden. Dus ik hoop dat we dat met een maand of twee, drie kunnen presenteren bij jullie, Stijn. Dat zou leuk zijn. Willen jullie Marleen nog een keer in de liveshow terug hebben en dat ze meer komt vertellen over haar nieuwe app, Stack the Future? Laat het weten. Ik denk zeker dat Pieter van Elver dan alweer weer bijzet natuurlijk. Dan kan hij ook in vastgoed zitten via Stack the Future. En Nicole die zegt ook al meteen, Nicole Ras zegt ook ja, dat vinden we leuk. Als je ook in die vastgoed zit met de Stack, de app, hè, en daar komen inkomsten door dat vastgoed, kunnen we dat dan ook al krijgen, krijgen we dividend op onze Stack bijvoorbeeld? Ja, dus dat ligt eraan of we zijn nu goed aan het kijken naar wat moet die mix van die 5 of 6 potjes nou zijn. En gaan we dat in vastgoed eigendom, dus ga je mede-eigenaar worden van 1 of meer vastgoedobjecten, of gaan we juist op vastgoed, omdat het wat lastiger te bepalen is, zeker nu, welk vastgoed moet je nu beleggen, misschien dat we wel dat stukje in een obligatie, dus in een vastrente product willen stoppen, waarbij je vrijwel zeker bent door de renteinkomsten of wat dan ook, wat eraan verbonden is, dat je inleg blijft houden, maar dat je wel wat rente krijgt. Dus de Stack wordt echt een mix van eigendom en vastrentende producten. Als je dan een rente of dividend krijgt, krijg je dat uiteraard uitgekeerd op jouw Stack. En die kunnen we weer herstacken, laat ik het zo maar even noemen. Of gewoon gebruiken en opeten of zo. Ja, inderdaad. Maar we kennen allemaal het compounding effect en hoe exponentieel dat kan groeien. En zeker als jongeren zou ik dat echt stimuleren om dat verder uit te zoeken. Compounden, zoek het eens op. En als je dat via Stack automatisch kan doen, dat gaat echt heel hard. Dus dat is mooi dat via jullie app kan. 2 maandjes, 3 maandjes uit, laten we dan nog een keer met elkaar spreken, zou ik zeggen, Marleen. Nicole Ras, die vroeg nog, kan je ook affiliate worden van Cold Republic? Ja, dat kan zeker, Nicole. Wij zijn dat zelf ook. Onze link is ook een affiliate link. Daar zijn we altijd heel, heel open in. Kun je gewoon worden via de link op Cold Republic. Ga naar coldrepublic.nl en daar kun je ook affiliate worden. Je zult daarvoor sowieso wel een account moeten aanmaken en dan kun je een aanvraag tot affiliate doen. Zoals jullie weten, we gaan dus 1 gram goud gaan we dus verloten. De winnaar maken we maandag bekend. Het enige wat je hoeft te doen, meld je even aan via followyourwind.com/coldrepublic. Maak daar je gratis account aan. Dan zien wij dat jij geregistreerd bent via onze link. En dan gaan we 1 winnaar gaan we al blij maken met 1 gram goud. En je kunt zelf, je hebt dan ook al je account, kun je zelf ook starten met het investeren in goud. En dat kan dus al vanaf 50 euro. Je kunt betalen via iDeal. Of je kunt zelfs een spaarplan aanzetten waarin je via automatische incasso het gewenste bedrag laat afschrijven. En iedere maand dus al fysiek goud koopt wat op jouw naam komt te staan. Dat hebben we geleerd, hè. Het moet op jouw naam staan en je moet het controleren. Wordt ook iedere dag naar ons opgestuurd, hè, via jullie. Dat wij iedere dag ontvang je een mailtje met het bewijs dat het goud er is en dat het van jou is. Ja, het is zo dat je met meerdere mensen kun je natuurlijk meerdere baren goud bezitten. Of tenminste, we optimaliseren altijd dat je niet, ik noem wat, een grammetje in baar 1 en een grammetje in baar 17 en een grammetje ergens anders hebt zitten. Maar er zijn natuurlijk gedurende de dag mensen die hun edelmetaal verkopen, waardoor de herverdeling over die baren soms verandert. En daarom sturen we iedere dag jou een snapshot op van welke baar je op dat moment bezit. Er zijn ook mensen die gewoon een vaste baar reserveren. Dat kan uiteraard ook. Dat kan bij ons ook zelfs nog in kilo baren. Die zegt van nee, ik wil gewoon altijd dezelfde baar hebben. Daar betaal je dan wel wat voor. Maar het juridisch eigendom maakt niet uit of je hem reserveert of niet. Je krijgt in ieder geval iedere dag je baarnummer. Supermooi. Marleen, ik wil je super bedanken voor je tijd en je toelichting op goud. Dus dank je wel daarvoor. En als vriend van de show willen we je graag nog iets aanbieden.
Oh. En dat is het volgende. Ik weet al dat jij in het bezit bent van de hoodie. Maar we willen jou ook heel graag een Follow Your Wind t-shirt aanbieden. Dus ik ga er even naartoe. En we hebben twee t-shirts. We hebben het sport t-shirt, Mission Possible. En we hebben het gewoon alledaagse t-shirt van Follow Your Wind in verschillende kleuren. Waar gaat je voorkeur naar uit? Ja, ik wil hem gewoon natuurlijk heel vaak aan hebben. Dus ik ga voor het alledaagse t-shirt. Hey, cool. En welke kleur zou je graag willen? We hebben pink, we hebben zwart, rood. En ziet, wijk ik nooit te veel af van kleur. Dus hij wordt zwart. Super tof. Dus, ik vind jullie kleding vind ik zo tof. Echt, ik hoop dat ik heel veel mensen, want dit is gewoon de beste uitspraak die er is. Je komt heel vaak, nothing is impossible, maar Mission Possible maakt me nog positiever eigenlijk. Dus ik vind, wat mij betreft, loopt iedereen daarmee rond. En moeten we gewoon allemaal een beetje positief in het leven staan, ook in deze tijden. Nou, dankjewel voor deze mooie woorden. En dat is inderdaad wat we mensen willen motiveren van Mission Possible. Ik zag trouwens, ik zat net heel even op de website, maar we hebben dus momenteel door onze leverancier is er dus, heb je nog 3 dagen voordeel, hebben we 20% korting op alle Follow Your Wind items qua kleding. Dus mocht je dat leuk vinden, is dit wellicht nog een interessant moment ook voor je. Om iets aan te schaffen van Follow Your Wind. 3 dagen lang 20% voordeel, zag ik. Mag ik daar nog wat aan toevoegen, Stijn? Ja, tuurlijk. Ik wil wel de 3 mensen die de leukste, die van jullie een shirt of een trui of iets bestellen, die daar de leukste foto van posten op Instagram of op wat dan ook, en Culture Public taggen. Daar kiezen we de 3 leukste vanuit en die geven ook een gram goud. Want ik vind dat er gewoon meer mensen lekker positief na moeten denken en jullie kleding moeten dragen. Nou, wat geweldig. Dankjewel Marleen. Dit hebben we niet van tevoren afgesproken. Dus nee. Ik ben helemaal flabbergasted, maar dit is natuurlijk wel geweldig. Dankjewel dat je voor je wind zo'n warm hart toedraagt. Dus lieve kijkers, jullie hebben het gehoord. Zat je er al een keer over na te denken om iets te kopen van Follow Your Wind? Of misschien heb je al iets gekocht, dat mag van mij ook. Maak een foto ervan. Stuur het naar ons op. Tag ons beide daarin. Dus je kunt apenstaartje Nicole Stijn doen. En je kunt ook apenstaartje Marleen Everts doen. En je kunt ook apenstaartje Cold Republic doen. Dus doe even ons daarin taggen. Met een fotootje dat je iets aan hebt van Follow Your Wind. En de 3 leukste, die gaan we dan ook belonen met een gram goud allemaal. Super bedankt Marleen, geweldig. Dat is echt... Hey, dan moet ik nu gaan rennen. Echt, ja, is goed. Okay. Is goed. Dankjewel Marleen, doei doei. Oké, bye bye. Spreek je. Doeg. Zo, lieve kijkers, wat een enorme mooie verrassing van Marleen. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Shinen in je outfit en grammen goud verdienen, zoals Alex dat zegt. Simone zegt, wow, wat lief. Ja, het is echt supermooi, Simone. Volgende week zijn we er ook weer. Vrijdag 12 februari om uiteraard 12 uur zijn we er weer. We hebben een oude bekende uitgenodigd. Jullie hebben daar om gevraagd om nog een keer Cherry Stocking in de liveshow te hebben. De man die alle wegen kent om vastgoed te financieren. Hij heeft ons de afgelopen keer al helemaal bijgepraat over hoe je vastgoed kunt financieren. Wat voor mogelijkheden er zijn. En niet alleen bij de bank, maar ook andere mogelijkheden die er zijn. En weten jullie nog dat hij tijdens die liveshow... En dat was eind 2020, zei hij van ja, ik ben ook een challenge aangegaan om 11 panden zelf te kopen in 3 maanden tijd. Om het te laten zien welke verschillende financieringsmogelijkheden er zijn
om vastgoed te kopen. Ook al heb je niet al het eigen vermogen om toch dat vastgoed te kopen. En daar komt hij nu over praten, hoe die 3 maanden zijn verlopen. En ik kan je al iets uit de sluier laten zien. Ik kan er even niet opkomen, maar een tipje van de sluier, dat was het. Die zocht ik even, kan ik al met je delen. Het is hem gelukt. Hij heeft in 1,5 maand tijd, 11 panden heeft hij gekocht. En wij zijn natuurlijk wel razend benieuwd. Hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je die goede deals gevonden? Hoe heb je het gefinancierd? Hoe kon je sommige panden zonder eigen vermogen kopen? Waar ben je tegenaan gelopen? Wat ging goed? Wat ging niet goed? Hij heeft al een beetje met mij gedeeld. Het ging niet allemaal vanzelf. Het was niet makkelijk, maar het is hem wel gelukt. En hij komt ons updaten hoe hij dat heeft gedaan. Dus ik hoop dat jullie dat weer onwijs interessant vinden. En dat we daar ook met z'n allen weer van kunnen leren. Van ja, we zijn hoe meer mogelijk is. Gewoon mission possible. Er is zoveel mogelijk dan dat we denken. En ja, voor mij heeft Jerry iets gedaan wat ik als onmogelijk verwacht om dat zelf te doen. Maar het kan dus wel. Hij heeft het ook gedaan. Dus ik ga er zelf ook weer veel van leren. En ik wil jullie daar graag weer voor uitnodigen om ook bij te zijn. Volgende week vrijdag, 12 uur. En dat is 12 februari. Ik hoop je dan weer te zien. Iedereen super bedankt voor dat jullie er weer bij waren. Dat jullie weer van zulke goede vragen hadden. Dankjewel daarvoor. En ik zie jullie volgende week vrijdag. Ciao, ciao.